We gaan aan de slag met resultante kracht. De resultante kracht is het resultaat van verschillende krachten die bij elkaar komen. Ik heb hier een heleboel voorbeelden en we gaan ze allemaal één voor één uitwerken. De eerste is deze. Als ik een kracht heb de ene kant op van 20 newton en de andere kant op van 10 newton, betekent dat dat deze die een stukje tegenwerkt. Van de 20 newton wordt er 10 newton tegengewerkt. Nou, en dan blijft er 10 newton over. Dus ik teken de resultante kracht. Teken ik op deze manier. Dat is het resultaat. Nou, als ik dat hier doe, 20 newton de ene kant op, 25 newton de andere kant op. Van die 25 wordt er 20 opgeheven. Dus dan houden we effectief nog 5 newton over. In dit geval zijn beide krachten dezelfde kant op. Dus 10 newton die kant op en 20 newton die kant op. Ze versterken elkaar dus. Dus het resultaat is die twee krachten samen. Dus 30 newton. Nou, deze manier van werken maakt het niet vooruit hoeveel kracht ik heb. Dus stel dat ik een derde kracht erbij heb. Met 10 newton die kant op en 20 newton die kant op en 15 newton die kant op. Dan is die 20 en die 10 vormen samen een kracht van 30 newton daarheen. En tegengesteld daaraan is 15 die kant. Nou, als van de 30 die kant de 15 opgeheven worden, dan houden we er ook nog 15 over. Dus de totale resultantkracht van deze drie bij elkaar is 15 newton die kant op. Oké, dit is dus zodra ze met elkaar in lijn zitten. Allemaal horizontaal. Of allemaal verticaal, dan werkt dat heel goed. Op het moment dat ik krachten heb die niet horizontaal of verticaal alleen maar zijn, maar loodrecht ten opzichte van elkaar of in verschillende richtingen, dan zijn er ook trucs voor. De standaard truc is dat je parallele lijnen neemt en die deze lijn in feite hier achter zet. Dus deze pijl zet ik hier daarachter. En als ik dat heb gedaan, dan zien we dat hier naar dat punt de resultante kracht wijst. Nou, die resultante kracht hier, nu zal ik zo tekenen. Hier kwam de kracht vandaan. Op dit punt werkte de kracht. Hij werkte daarheen en daarheen. Dat betekent dat de resultante kracht, het effect van die twee krachten bij elkaar, dat die ook vanuit dat punt zal werken. En die gaat dus naar die plek. Net zoals we hier 20 hadden en er ging 10 tegenin. Dus gaan we daaruit. Hebben we hier 30 die kant op en 40 die kant op. En dan komen we daaruit. Dus de resultante kracht is naar dat punt toe. Als we deze tekening op schaal zouden tekenen. Bijvoorbeeld 1 centimeter. Representeert 10 newton of is equivalent of staat voor 10 newton, dan zou die lijn 4 centimeter zijn, die lijn 3 centimeter. En als ik die dan opmeet, dan kom ik uit op 5 centimeter, oftewel 50 newton. Die 50 newton vind ik dus door de tekening nauwkeurig te maken en mijn geodriehoek te gebruiken. Als je meer wil weten over deze methode, kijk dan het filmpje over de parallelogrammethode. Oké. Ik ga hier hetzelfde geintje doen. Deze pijl zet ik hier erachter. Daarvoor gebruiken we even deze. Ik zet die pijl daarachter. En waar komen we dan uit? Daar. Ook hier weer 50 newton, als we hem precies zouden tekenen. Ik ga naar de volgende. Want hier kan ik deze pijl achter die zetten. En dan kom ik daaruit. Nou, bij deze zou dit ongeveer op 50 newton uitkomen. Ook hier weer goed opmeten. En dan heb je de grootte van die pijl. De lengte van de pijl, schaal gebruiken. En dan heb je hem. Als ik dat hier doe. Heb ik die pijl weer daar erachter gezet. Dan kom ik hieruit. Wat je hier ziet, is dat als je twee krachten hebt, 30 newton, dat is zowel hier als daar, dat als je ze dicht tegen elkaar doet,
dan helpen ze elkaar heel sterk. Maar als je ze wat verder uit elkaar doet, meer opzij laat gaan, dan is effectief het resultaat een stuk lager. Die pijl is korter en het effect is dus een stuk minder. Nou, we gaan verder met de onderste rij. Ook hier weer. Ik kan hem hier neerzetten. En dan wordt dit de resultante. Ik kan die pijl erachter zetten. En dan wordt dit de resultante. Dit trucje gaat ook verder op het moment dat ik drie krachten heb. Ik kan deze pijl hier erachter zetten. En dan die pijl daar erachter zetten. En dan komen we op dit punt uit. Het grappige is dat het eigenlijk niet uitmaakt welke volgorde ik gebruik. Stel je voor dat ik hier zou beginnen en eerst die erachter zou zetten. Dan kom ik daaruit. En dan moet die er nog achter. En dan kom ik op dat punt uit. Of stel je voor dat ik met die ben begonnen. En ik doe eerst die erachter. Dan kom ik daaruit. En dan komt die erachter. Het maakt niet uit welke methode ik volg, welke volgorde van de pijl ik neem. Ik kom altijd op dat punt uit. En dat betekent dus ook dat de resultante kracht deze blauwe pijl is. Nou, datzelfde trucje doen we hier. Neem die pijl. Zet ik eerst die erachter. En dan zet ik die erachter. En dan is dit de resultante kracht. De methode die we hier hebben gebruikt heet de kop-staart-methode. Elke keer eindigen we aan het eind van een pijl. Ik noem het even de kop van de pijl. Dat wordt de staart van de volgende. Dus de kop-staart-methode. We zetten alle pijlen erachter. Ik noemde hier net al even. Je kunt ook met parallele lijnen werken. Die parallele lijnen heet de parallelogrammethode en dat komt terug in een ander filmpje.